Wat wil je dan dat ik doe? Ze komt toch niet naar huis, hoor. Vind je het gek? Naar die vertoning met Amy. Dat was al zo. Dat sterkt het toch alleen maar in dat idee? Dus omdat Nina geen contact meer met ons wil hebben, moet ik mijn andere dochter ook maar verwaarlozen? Wou je het hier belaten dan? Hè? Ik wil niks forceren. Het kan je gewoon echt helemaal geen donder schelen, hè? Luister, dat ik hier op een andere manier mee omga dan jij, dat wil niet zeggen dat ik het niet erg... Ik merk daar verdomme weinig van. Jij hebt het helemaal verpest. Toen jij haar gisteravond heel beleefd aansprak in de Rozenboom, toen heeft zij ook afwijzend gereageerd. En wat wil je daarmee zeggen? Ja, dat het eventjes niet aan ons is, maar aan Nina. Zij bepaalt of en wanneer er weer een normaal contact komt. Ja, in haar ogen kan ik überhaupt niks goed doen. En in jouw ogen kennelijk ook niet. Ik wil mijn tassen ophangen aan het plafond. Maar dan wel zo. Oh. Dat je de draden niet ziet. Dus dat het net lijkt alsof mijn tassen zweven. Wat een mooi idee. Ja, ik wil ook niks achter glas. Ik wil gewoon dat mensen het kunnen aanraken. Het leer kunnen voelen. En misschien zelfs wel het leer kunnen ruiken. Of is dat gek? Fantastisch. Hoe heet die galerie ook alweer? Galerie Verheijden. Op de Berkenweg. Oh, ja. Ze hebben nu zo'n mooie expositie. Ja? Ja, dan zou je eigenlijk even... Daar heb je. Succes. Ja, dank je. Meneer Verheijden. Goedemiddag. Nina Sander. Ja, wacht even, dat schrijf ik op. Ja. 9:30, hè? Aha. In de vertrekhal. Een schat, ik zie je straks. Mm-hmm. Wat is dat, Tanja? Mm-hmm. Ga je naar het vliegveld? Het is wel de bedoeling, ja. Oh, ik vind het altijd zo naar om afscheid te nemen van iemand op het vliegveld. Dat is nu niet nodig. Maar je zegt net dat je erheen gaat. Ik ga met hem mee.